Deze week in het Harderwijkse Zakenweekjournaal. Ineens is daar een koopzondag in Harderwijk. Van den Os Afbouw- en Installatiebedrijf bestaat 15 jaar. Dierenweide op zoek naar vrijwilligers. Het Harderwijkse Zakenweekjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Hazeleger Bandenservice. Veiligheid staat voorop, dus tijd voor de winterbandenwissel. Maak snel een afspraak. 0341 42 3500. Rechtstreeks vanuit Harderwijk is dit het Harderwijkse Zakenweekjournaal met Gedien Beelen en Irene Hop. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuw Harderwijkse Zakenweekjournaal. En ineens is daar een koopzondag. Weliswaar is het een proef, maar op zondag 3 december en 24 december zullen de winkels in Harderwijk geopend zijn. Nou, de motie is ingediend naar aanleiding van de oproep ook van de brancheorganisatie. Om ervoor te zorgen dat er een koopzondag gaat komen. En de motie heeft ervoor gezorgd dat er nu ook twee koopzondagen gaan komen. Het is om de reden dat ze dan toch een keer een extra omzet kunnen draaien. En als proef ook drie koopzondagen, vlak voor kerst en vlak voor Sinterklaas. Nou, ik vind het best wel goed trouwens. Het is landelijk, bijna overal zijn zondag de winkels open. Als we ergens heen moeten, dan moeten we Harderwijk uit om naar de winkel te kunnen. Dus vind ik een beetje onzin. Ik ben er niet gewend en ik mis het ook niet. Dus ik ben er eigenlijk neutraal in die zin. Nou, we hadden natuurlijk gehoopt ook dat er een aantal individuen van partijen, dat die zoiets hebben van nou, misschien moeten we het nou toch maar een keer gaan doen. En we waren eigenlijk ook een beetje verrast dat Joop van der Veren, we wisten natuurlijk wel dat Joop een voorstander was van de koopzondag, maar hij heeft zich altijd vastgehouden aan de fractiediscipline, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, in feite betreuren we natuurlijk dat Joop van der Veren tegen voor de openstelling is heeft gestemd. Maar goed, is zijn eigen verantwoordelijkheid als fractielid. En die ruimte geven we dan ook daarin. Ja, ik vind het wel goed, want het gebeurt tegenwoordig in elke grote stad. En als je dan als Harderwijk zijnde wel mee wil doen, dan vind ik dat het wel nodig is. Ja, ik ben altijd een beetje dubbel over. Aan de ene kant denken we moeten daar vrij in zijn, zeg maar. Hè? En dan zou het moeten kunnen. Dus zeg maar vanuit een soort geloofsovertuiging of zo heb ik daar verder geen probleem mee. Het jammer vind ik wel dat mensen hun vrije tijd gaan invullen met shoppen. Ja. En ik denk, ja, als je dan op zondag de winkels niet open hebt, heb je in ieder geval nog één dag in de week waarin je een alternatief moet bedenken. Op de bank een boekje lezen of naar het bos of weet ik veel. Ja. Dus dat vind ik de andere kant van heel duidelijk. Ja. Nou, wat ons betreft gaan we die koopzondagen uitbreiden. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar uiteindelijk is het toch aan de ondernemers om te kijken van wat gaan we de komende periode doen. Maar wat ons betreft gaan we echt voor uitbreiding van de koopzondag. Ja, degene die niet wil op zondag gaan winkelen, ja, die blijft thuis. Of gaat wat anders doen? 15 jaar geleden nam Martijn van der Os de sprong in het diepe om met zijn eigen afbouw- en installatiebedrijf te beginnen. En met succes, want dit jaar vieren zij hun jubileum. Nou, 15 jaar geleden werkte ik voor het bedrijf, installatiebedrijf Van den Horen. Ik was eigenlijk alleen met mijn baas en een oudere collega. Ik werkte eigenlijk al vanaf mijn 15e bij hem. Toen ik 21 was, is hij plotseling overleden. En dan ga je toch afvragen van wat gaat er gebeuren, wat gaan we doen? Mijn vader die eigenlijk altijd boekhouding al via een bedrijf voor dit bedrijf, voor Van der Horen. Hij heeft gezegd van mijn zoon die wil het wel proberen. Uiteindelijk staan we nu 15 jaar later hier en we zijn natuurlijk een stuk meer gegroeid. We hebben een aantal jaren geleden al het pand gekocht hier. Ja, we zijn gemiddeld met vijf man, zeg maar. We zijn oorspronkelijk een weebedrijf. Dat is eigenlijk het loodgieterswerk, zeg maar. Vrij snel zijn we eigenlijk elektra erbij gaan doen. We komen net uit de recessie. En we zijn eigenlijk 5 jaar geleden zijn we eigenlijk afbouw erbij gaan doen. Om eigenlijk het hele concept aan de klanten te kunnen bieden. Ja, en dat heeft gewoon heel goed uitgepakt. We zijn nu toevallig met een groot project dan hier in Harderwijk bezig. De carrosseriefabriek. In Ermelo zijn we nog met 2 projectjes bezig. En landelijk zitten we ook. Dus ja, eigenlijk zitten we door heel Nederland. Ik heb timmermannen, tegelzetters, mensen die elektra, loodgieterswerk kunnen doen. En daardoor kunnen we eigenlijk ook wat scherper aanbieden voor de klant. En we hebben één aanspreekpunt. En we zijn niet verantwoordelijk voor derden, zeg maar. Nou ja, dit is het werk van de carrosseriefabriek in Harderwijk.
Daar hebben we eigenlijk ook een beetje een duurzame installatie qua Electra. Nieuwe LED-lijnen hebben ze er allemaal in gekregen. Dat is de nieuwe technologie van tegenwoordig. Om het werklicht eigenlijk zo goed mogelijk te krijgen als daglicht, zeg maar. Hier hebben we eigenlijk ook de renovaties van een deelrenovatie van de toiletgroepen. En eigenlijk een kleine restyle, zeg maar. En het realiseren van nieuwe plafonds en verlichtingen. Hier is een collega van ons bezig met de laatste puntjes van de LED-lijnen, de noodverlichting. Er moet er natuurlijk ook bepaalde noodverlichting in het gebouw komen als het licht uitgaat, dat er nog verlichting aanwezig is om de vluchtroutes te volgen. Straks in het Harderwijkse Zaken Weekjournaal. De dierenweide in Harderwijk kan nieuwe vrijwilligers hard gebruiken. Wij hebben alleen maar vrijwilligers en er zijn er op het moment 24 en daar zijn er veel te weinig. Vorige week, donderdag 2 november, is door burgemeester Harm-Jan van Schaik en de KAI Harderwijk een convenant ondertekend voor de aanleg van een glasvezel in het hele buitengebied. Als minstens 50% van alle huishoudens en bedrijven voor 18 december voor glasvezel kiest, dan legt KAI Harderwijk het hele netwerk aan in het hele buitengebied. Ja, vorige week hebben we het convenant ondertekend met de gemeente Harderwijk, samen met de burgemeester. En dat was voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dat is, daarmee zijn we de eerste gemeente in Nederland die zowel stad als buitengebied volledig heeft geplaatst. En zijn we dus echt de eerste gemeente met 100% glasvezel in de hele gemeente. Deze week zijn we op bezoek bij Egbert van de Vecht. Egbert van de Vecht is wel dé delicatessenwinkel van Harderwijk. Een moderne winkel, maar ook met een hele rijke historie. En wij gaan vandaag eens kijken wat voor lekkers deze winkel allemaal te bieden heeft. Belooft veel goeds, want het ruikt in ieder geval heerlijk. Nou, volgens mij is Egbert van de Vecht toch wel echt ook een definitie van een echte Harderwijkse winkel. Of heb ik dat mis? Ja, dat heb je heel goed. Ik hoorde van de week nog een hele mooie opmerking van de klant. Wie is er niet groot geworden met Egbert van de Vecht? Dus dat vond ik wel een heel gaaf compliment. Ja, want ik zei net al, het is wel een hele moderne winkel als ik zo om me heen kijk. Maar het heeft ook een hele rijke geschiedenis. Hoe combineer je die twee? Ik heb natuurlijk lange ervaring. Ja. Ruim 30 jaar. Ik wou het hier wat anders doen dan in mijn vorige winkel. Echt naast de klant staan. Dus een klant gewoon in onze huiskamer binnen laten komen. Het zijn kleine belangrijke dingen. Ja, dat is en het is, zoals je ziet, het is een hele open winkel. We staan bewust niet achter de toonbank. Nou ja, lekker eten en drinken. Ja. Daar staan we voor. Dus de mooie combinaties maken. Goed glas wijn uitzoeken, een mooie kaasplank maken, een lekker tapaatje erbij, een heerlijk nootje en vers. En als je nou, het lijkt me een lastige keuze ik zo om me heen kijk, maar als je nou iets moet noemen waarvan je zegt, nou dat is echt onze specialiteit, dan moeten we even geproefd hebben. Nou, onze oude kaas. Ja, is ja, dat zo? Ja, ja. Een paar weken geleden bekroond voor de beste Nederlandse kaas. Echt waar? De beste oude kaas van Nederland. Nou, en het is echt een snoepje. En hij heet hier? Gooise pikante. Is okay, dit? Ja, ja, dit is echt een gooise pikante. Dit is echt gewoon biefstuk onder de kaas. Oké. Okay. Ja. Op deze manier, zoals ik hem nu laat proeven, dan krijgt de kaas ook een beetje lucht. En dan komt hij echt helemaal open. Het is, de kaas is ook af en toe net wijn. Ja. Ja, ja. 16 maanden op een plank, met liefde gekeerd, gewassen. En dat is belangrijk. En dat proef je dan, hè? En dat proef je uiteindelijk. Ja. Meestal heb je, als je voor wijn komt, weet je wel wat je wil. Ja. Welk land je lekker vindt, welke druif je lekker vindt. Ja. Maar ja, daar kunnen we natuurlijk hele goede keuzes al uithalen. En alle soorten die staan hier dus ook wel. Dat staat er, een keurig op land. Ja, je weet er natuurlijk heel veel vertellen, maar doe je daar dan ook nog wat meer mee? Bijvoorbeeld een wijnproeverijtje of iets? Of is het echt wel iets van... Ja, heel veel. Wel? Ja. Regelmatig wijn- en spijsproeverijen. Ja. Dus dan doen we 5 gangen diner. En bij elke gang proef je 3 verschillende wijnen. Ja, vertel ik in het kort dan iets over de wijn. Voorjaarsproeverij, najaarsproeverij, proeverij bij mensen thuis. Bedankt. Ja, graag voor, gedaan. Voor de tour. Lekker. Ik vond het leuk. Ik vond het maar ook heel gezellig. Lekker vooral. Ja. Nou ja, dit is dan onze Novello, dus Italiaanse primeurwijn. Ja, jij doet heel interessant zo. Ja, zo komt de wijn los. Oh, oké. Okay. Ja, en dan komt de zuurstof in de wijn. Ja.
Ja, net zoals net bij de kaas. Eigenlijk doe je dat met wijn, wals je eigenlijk de wijn door het glas. Ja. De aroma's komen beter los, kan je heel goed ruiken. Nou, en als je, en dat ruiken, dat... Nou, gewoon je neus gewoon boven in het glas steken. Ja. Ja, en dan ruik je het. Ja, ik ruik het. En dan ruik je echt gewoon rood fruit. Ja. Lekkere kersen. Best pittig ruikt hij ook. Ja. Kan dat kloppen? Ja, het is gewoon, het is een fruitbom. Ja. En erg lekker. Nou, gezondheid. Waar de dierenweide in Harderwijk ooit klein is begonnen, zijn ze nu uitgegroeid tot een prachtige locatie waar vele dieren rondlopen. Maar dit alles heeft natuurlijk veel hulp nodig van alle vrijwilligers. Wij zijn in 1985 opgericht, toen nog als werkgroep van de wijkvereniging Stadsweide. Ja. Nou, we hebben een ontmoetingsruimte en daar zijn in eerste instantie de kleine dieren. Daar zijn de cavia's, zijn de konijnen. We hebben bijen, we hebben vissen. En in principe de cavia's, konijnen kun je gewoon een schoot nemen. En het is altijd een gezellig knuffelgeheel daarbinnen. Ja, de meeste dieren zijn hier geboren en opgegroeid. Dus ook heel erg aan de mensen gewend. Dus vandaar dat ze ook heel mak zijn en heel graag geaaid worden. Ja. Wij blijven de hele winter open in principe. Vorig jaar is het even anders geweest vanwege de vogelgriep. Maar dat was meer uit onbekendheid. Maar normaal gesproken, en dat gaat ook nu gebeuren, zijn we gewoon de hele winter open. Het is nu de periode dat we met de dieren op zoek gaan naar de mannelijke dieren. Wij hebben alleen vrouwelijke dieren. Dat is om ongelukjes te voorkomen. We willen zelf een beetje de regie houden. We hebben een kerstactiviteit. Dus we hebben de kerstmarkt gebeuren met levende kerststal. En de kerstman komt op bezoek, heb ik begrepen. Dus dat is een mooi feest, denk ik. Wij hebben alleen maar vrijwilligers en dat zijn er op het moment 24 en dat zijn er veel te weinig. S ochtends wordt er gevoerd en 's middags hebben we onze openingstijden. Nou, we hebben onze website, daar kun je in principe op reageren. En anders hebben we, ik noem even de naam, Ali de Ruiter. Ali gaat bij ons over de vrijwilligers. Dus als iemand geïnteresseerd is en vragen heeft van wat houdt het in en wat kan ik doen en hoeveel tijd kost het, dan zeg ik bel Ali de Ruiter. En dat is Harderwijk 0341-419-399. Wil je elke dag op de hoogte blijven van al het nieuws in en om Harderwijk? Neem dan een kijkje op onze website harderwijksezaken.nl. En blijf nu nog heel eventjes zitten voor het item De Opsteken van de Week. Want deze week verrast Jannie met een grote groep familie en vrienden haar zus Meta. Tot volgende week! Het Harderwijkse Zaken Weekjournaal werd mede mogelijk gemaakt door Hazeleger Bandenservice. Veiligheid staat voorop, dus tijd voor de winterbandenwissel. Maak snel een afspraak. 0341-42-3500. Vloerenhuis in Putten. Vaak kiezen mensen voor tegels in hun woonkamer in plaats van een authentieke, rustieke houten vloer. Omdat ze denken dat een houten vloer niet samengaat met vloerverwarming. Laten we die fabel uit de wereld helpen. Dat gaat juist heel goed samen. Het Vloerenhuis in Putten weet het al jaren. Vloerverwarming kan prima bij een houten vloer. Maar niet elke houtsoort is er geschikt voor. Daarom adviseert het Vloerenhuis Putten houtsoorten die het minst gevoelig zijn voor schommelingen in vochtgehalte en temperatuur. Bouwwerkpakket onderscheidt zich op dit gebied met een toplaag en een HDF-onderdrager. Dit tweelaags product voldoet met een zeer lage weerstand 0,049 vierkante meter kW ruimschoots aan alle warmteweerstandseisen van vloerverwarmingsleveranciers. In Zwitserland heeft de ontwikkeling van vloerverwarming met hout een behoorlijke voorsprong, omdat er al veel langer gebruik gemaakt wordt van vloerverwarming. Het Zwitserse bouwwerkpakket innoveert hier al sinds de jaren 70 mee. Niet voor niets is bouwwerkpakket al ruim 80 jaar dé producent van karakteristieke en hoogwaardige vloeren. Om de kwaliteit te waarborgen is er een selecte groep pakket- en interieurexperts in Nederland geselecteerd door Bouwwerkpakket. Eén daarvan is het Vloerenhuis in Putten. Zij verwelkomen u graag om de mogelijkheden van Bouwwerkpakket op vloerverwarming te laten zien. De opsteker van de week wordt mede mogelijk gemaakt door debloementaxi.nl. Powered by Carpe Diem. Jannie die heeft een zus, Meta. En Meta heeft hier in het Sint-Jansdal haar eigen kapsalon. En daar mag natuurlijk iedereen komen. Maar naast dat iedereen daar mag bezoeken, maakt ze ook een hele hoop pruiken. En dat is natuurlijk onwijs dankbaar werk. Maar zelf vindt ze dat maar heel gewoon. Dus vandaar gaan we haar eens in het zonnetje zetten. Jannie, ja.
Jij hebt dus je zus opgegeven, Meta. En ik heb het net al een beetje kort verteld. Maar waarom vind jij nou echt dat zij dit eens een keer extra verdient? Nou, voor Meta is het natuurlijk eigenlijk haar dagelijkse werk. Gewoon, nou ja, dagelijks werk is niet helemaal. Ze doet het ook 2 middagen in de week of zo, geloof ik. Ze vindt het echt helemaal geweldig. En eigenlijk maar, ja, het is mijn werk, maar ik vind wel dat het speciaal is dat het zo toch een keer uitgelicht wordt, zeg maar. Het is een keer een bloemetje verdiend. Ja, nou, prima. Dan gaan we haar hier binnen in de kapsalon verrassen. Nou, we gaan met een hele afvaardiging die kant op. Nou, leuk. Heel spannend. Hey, en hier om het hoekje is dan de kapsalon, toch? Gelijk de ingang. Ja. Oh, hier zit gelijk de ingang. Nou, blijven jullie dan hier staan. Ja. Dan zijn jullie verdekt opgesteld. Goedemiddag. Hoi. Ik ben op zoek naar Meta. Ja, dat ben ik. Ben jij dat? Ja, hallo. Ben ik. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Meta, hi. Ik heb een verrassing voor u. Nou, dat zie ik. Ja. Ik overval u ermee, denk ik, hè? Ja, echt wel. Ja. Zo. Heeft u enig idee waarom? Nee, eigenlijk niet. Nou, mag ik deze bloemen hier ergens neerleggen? Ja. Nou, tenminste leg ze zelf maar ergens, ze zijn voor jou. Ja, dankjewel. Het is niet één iemand, maar het zijn er wel een heleboel. Ach jee, een heleboel. Ja. Nou, wat is dit? Oh. Hallo. Nou, wat is dit? Je krijgt een bloemetje. Ja, dat is niet wat je aan het doen bent. Nou zeg. Dat is leuk, toch? Ja. Oh. Kom nog eens even deze kant op. Want, nou ja, je zus hier, die heeft jou echt opgegeven. En kun je misschien nog even uitleggen waarom ze dat nou zo verdiend heeft? Nou, het is eigenlijk maar voor jou je werk, denk je natuurlijk dan maar gewoon een beetje. Maar het is wel heel speciaal natuurlijk voor wat je doet met de mensen, met gebruiken en zo. Ja. Het is niet zomaar gewoon. Ook, nee, het is niet heel gewoon. Daar verdien je een bloemetje voor. Dankjewel, zeg. Ja. Nou zeg, ik wist niet wat er niet wat me overkomt. Maar wat leuk voor jullie ook. Ja. Nou ja, dank jullie wel. Zondag 19 november opent het Pietenhuis voor de 8e keer haar deuren. Het pand op Klooster 4 is de logeerplek voor alle Pieten en de Sinterklaas. Kinderen die nieuwsgierig zijn kunnen samen met hun ouders of grootouders op bezoek komen. In het Pietenhuis is er van alles te beleven, zoals bijvoorbeeld het marsepeinkleien en de pepernoten bakken. Je kunt komen kijken naar de werkkamer van Sinterklaas of de bedjes waar de Pieten slapen. Verder leest Sint verhalen voor en kunnen de kinderen zien hoe de pakjes worden ingepakt. In de weekenden is er ook een Sinterklaasvoorstelling in het Huistheater, een leuke familievoorstelling vol grapjes. Vanwege het enorme succes van het Pietenhuis en om lange wachtrijen te voorkomen, is het verstandig om tevoren kaartjes te bestellen. Het Pietenhuis is van 19 november tot en met 3 december open op woensdag en vrijdag van 1:30 tot 5, zaterdag van 11 tot 5 en zondag van 1 tot 5. Bestel vooraf een kaartje voor het Pietenhuis, dan kost dat €4,50. Aan de deur €5. En een Pietenhuis inclusief de familievoorstelling €10.